40 jaar geleden op 8 december 1982 werden 15 Surinaamse burgers vermoord. Zoals dat jaarlijks het geval is, werden er vanmiddag door de nabestaanden kransen gelegd bij het Nationaal Monument Bastion Vere in het Fort Zeelandia. Het moment moet eerbetoon aan de vermoorde vooraanstaande burgers tonen. Anil Umrao Singh, voorzitter van Stichting 8 December Moorden, gaf in herinnering aan dat Suriname op 9 juli 2008 bij wet toetrad tot het Statuut van Rome in zaken het Internationaal Strafhof. Het statuut dat door 60 staten is geratificeerd, maakt het Internationaal Strafgerechtshof bevoegd genocide, misdaden tegen de mensheid, oorlogsmisdaden en de misdaad van agressie te berechten. Ondanks de toetreding van Suriname heeft ons land nu 14 jaar later nog steeds niet de noodzakelijke wetgeving gerealiseerd om de samenwerking met het Internationaal Strafhof inhoud te kunnen geven. Zo'n wet internationale misdrijven zal ook bijdragen aan de noodzakelijke studie, kennis en bewustzijn in Suriname over internationale misdrijven. Als Stichting 8 december 1982 doen wij dan ook een bijzonder beroep op de hier aanwezige bestuurders en volksvertegenwoordigers dat zij bevorderen dat de wetgevingsbelofte van 9 juli 2008 voor het verstrijken van het 15e jaar zo spoedig mogelijk wordt ingelost. Suriname kan niet langer wachten op de wet internationale misdrijven. Zoals eerder gezegd, de internationale rechtsfilosofen en rechtsgeleerden hebben de moorden van 8 december 1982 gekwalificeerd als misdrijven tegen de menselijkheid. Umrao Singh omschrijft het 8 december gebeuren als een criminele operatie. Met het oog op de juridische weg die door de nabestaanden is afgelegd, is Umrao Singh van mening dat de slachtoffers beter moeten worden gepositioneerd. In de 40 jaren die wij als samenleving en vooral als nabestaanden van slachtoffers hebben doorstaan, en met name de juridische weg die wij hebben afgelegd, zien wij ook ruimte voor verbetering van de positie van de slachtoffers en nabestaanden in zaken zoals de onze. Als het decemberstrafproces één ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat er op die strafwetgever de dringende plicht rust om de positie van slachtoffers en hun nabestaanden in het strafproces drastisch te verbeteren. Slachtoffers zijn naar geldend recht geen procespartij in het strafproces, hebben geen spreekrecht en zijn niet bevoegd zelfstandig bewijsmateriaal in te brengen. Dat moet anders. De rechtszekerheid moet toegepast worden en de rechtsstaat Suriname moet zegevieren, aldus Umrao Singh. Bij de kranslegging waren er naast de nabestaanden ook vertegenwoordigers van de regering, de Nationale Assemblée en als ook diplomaten van de Verenigde Staten, Nederland, Frankrijk en de vakbeweging. Diverse geestelijken gingen voor in gebed.